Listen well, soldiers of Hyrule. In our long history, we have scarcely faced a threat of this magnitude. The years have passed quickly since Calamity Ganon's revival was prophesied. Yes, we have unearthed the divine beasts and filled volumes with our knowledge of ancient relics. But a barricade of books will not protect us. This way surges a horde like we have never faced before. Even now, the enemy is clawing for our throat. For Hyrule Castle itself. We must exterminate the monsters roaming Hyrule Field. Thus, we'll begin our renewed effort to stop the Calamity. Here, now, go forth! And be brave for your kingdom! Oké, hallo, ik ben de Messer en welkom terug bij Eventjes Door van Hyrule Warriors Age of Calamity. Ik heb zelf Breath of the Wild gespeeld en deze is gisteren uitgekomen. Hyrule Warriors Age of Calamity, er is natuurlijk al een Hyrule Warriors game, maar dat heeft dan niks te maken met Breath of the Wild. Ik heb heel veel zin om deze game te proberen. Ik heb me gisteren natuurlijk al binnengekregen en ja, dan zit je naar dat doosje te kijken en denk je, verdorie, ik wil hem eigenlijk spelen, maar toen was ik een beetje moe. En ik ga er een Eventjes Door van opnemen. Ik ga er geen serie van beginnen, helaas. Voor jullie, denk ik. Want ik wil dit lekker op mijn gemakje zelf spelen. Maar ik denk, weet je, een Eventjes Door kan geen kwaad. Nou, ik stel voor dat we gaan beginnen. Ik hoop dat de audio een beetje goed is. Mijn stem, het game geluid. Even kijken, standaard aanval en sterk aanval. Ik heb trouwens de normale Hyrule Warriors game niet gespeeld. Dus vandaar dat het misschien nog een beetje wat roestig is. Vechtersactie, ZR. Oké, dat doe ik met mijn boog. Even kijken. Ik zie dat dat op motion controls is. Wat is ZL? Oh, dat is mijn schild. Daar kan ik een soort klap mee geven. Oh, dan kan ik dat ding doen natuurlijk. Stel, een Guardian schiet, kan ik zo doen. Appel. Fijn. L plus B is genezend voorwerp. Oh ja, nou, dat is niet echt nodig. Als ik mijn hartjes linksboven zie. Ik heb geen springknop, ik heb wel een dashknop. Oké. Okay. Oh, moet ik wel even doen zeker. Ze willen dat ik dat ga gebruiken. Even kijken hoor. B. Oh nee. Wauw. Juist, dan heb ik nu dat gebruikt. Dat is een slow motion ook. Gaaf. Hoppa. Oh. Oké, sluit de poorten. Zo dreven ze uiteen. Er komt een grote Moblin aan. Oh. Hoppa. We hebben de hele horde uitschakeld. Goed gevochten allemaal. 100 KO's. Kijk eens aan. Meer monsters. Nu niet verzagen. Jaag ze weg. Waarom? Moet ik ergens naartoe? Of is dat gewoon hier? Oh, daar. Ik zie op de kaart. Er is een nieuw doel weer ingesteld. Juist. Daar moet ik naartoe. Houd deze laatste sterke aanval combo. Houd het. Oké. 1, 2, 3... Houd tijdens de laatste sterke aanval in een combo X ingedrukt en laat de knop vervolgens los om een extra aanval te doen. 1, 2, 3. Nee. Oh, wacht even. Dus hup, hup, hup. Nee, ja goed. Ik krijg het niet. Nou, voor mij deed ik het trouwens, maar... Fijn. Voor mij deed ik zo. Nee. Nou fijn, niveau omhoog. Versla de Moblin. Waar is de Moblin? Waar is die Moblin? Oh daar, kijk eens aan. Kun je dan niet gewoon met de bogen een beetje... Moblin. Oeh, die is wel sterk. Wat een machtige vijand. Blijf op je hoede allemaal. Oh, wat nou? Vijand focussen. Ah, kijk eens aan. Oh, ik moet wel dodgen.
bij ons wijk. Oh, kijk nou, wat doe ik nou? Wauw. Ik weet niet hoe ik dat deed. Eén kistje. Openen. Soldatenzwaard. Maar die heb ik volgens mij al. Ik wil die combo. Hoe deed ik dat nou? Nou, fijn. Wel. We hebben een Moblin Bull in ons midden. Wat is dat dan? Op de kaart. Komen ze vandaan of wat is dit? Als je vijand in een kamp verslaat, raakt de meter van het kamp leeg. Oké. Gaan we eens proberen dan. Oké. Het is wel heel gevaarlijk nu, want... Oh, zo'n grote jongen. Oh. Moet ik even focussen. Ben eerst een schild, jongen. Sprintaanval. Dus... Oh, wanneer ik op het laatste moment... Oeh, zwakke plek aanval. Oké. Maar, kijk, stel ik ontwijk nou op het laatste moment. Nee, toes. Nou, doe eens, ik wil. Nou, misschien is dat alleen maar grote jongens. Maakt niet uit. Verover de kampen, 0 van 3. Waar zijn die kisten nou? Ik had die toch net kisten? Zijn die nou ineens weg? Of ben ik nou stom? Oh, wat ik nou? Ik heb ijs gaan. Want ik deed springen en dan... Oh, kijk, de muursprong. Oh, dat is heel gaaf. Hupsa. Maar ik zie de kist alleen niet meer. Ben ik nou zo blind of... Volgens mij zijn ze niet meer. Dat was stom. Wat is hier dan? Zomaar een... Oh, kijk nou! Korok. Een klein zaadje die je van Korok hebt gekregen. Als je genoeg verzamelt, kun je misschien wel iets mee doen. Hier zijn ook gewoon Koroks. Oh, wat leuk. Jezus, moet ik daar ook nog op gaan letten? Oh, dat vind ik heel leuk. Kijk nou, je kan gewoon ook exploren. Hoe leuk is dat? Ja, ik vind het echt heel leuk. Misschien, je kan gewoon... Ja, fijn. Ja, dan kan ik een soort prik doen als ik ren. Leuk, hé. Ja, I'm loving this so far. Huppatee. Maar nu staan hun hier ineens in het kamp. Hallo. Er staat nog een mannetje hier of zo. Oh, dat zijn slijmpjes. Hoppa, 300 KO's. Daar krijg ik nog een zakje spul van. Juist. Maar hier hebben we een grote jongen volgens mij. Dat is ook weer een kampje. Ja, dat is een kampje. Hoppa. Nu krijg ik tenminste wel een beetje hulp. Oh. Hier, zullen we eens een muursprongetje doen? Kijk nou eens. Oh, jezus, wat gaaf. Hoppa. Oké, maar daar is hij. Oh, groot jongen. Oh. Waar is hij? Daar. Oké. Oh, oké. Ik wil die combo een beetje proberen. Kom maar, jongen. Ik kan er ook. Wacht even. Ik wil even proberen. Nou, we hebben fijn. Kom maar. Want je zou denken dat ik zo kan doen. Kan ik hem ook misschien de muur in... wacht even, hier, wacht. Muursprong. Oh, kijk nou. Hebba. Ik ontwijk het op het laatste moment. Kijk, dan krijg je dat dus. Dan moet ik ook nog echt even onder de knie krijgen dan. Maar... Juist, kijk. Zwakke plek aanval. Hoppa. Heel gaaf.
Ja, nu wil ik de kist toch echt openmaken hoor. Oh, dan. Die soldaten zwaard, Hyrule Swam. Fijn, oh. Wat gebeurt er? Oké. Okay. Nee, we hebben ons vriendje bij. Bedankt voor de hulp. Laten we een uitweg zoeken. Impa. Ja, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Als je een beetje Breath of the Wild kent natuurlijk. Ik wil... Nou, kom op. Muursprong. Hoppa. Oh. Oh. Afstandsbom. Oh, kijk eens aan. Oh. Hoppa. Oh, geweldig. Oh, heerlijk. Ja, ik vind dit echt geweldig. Nou, doe eens een muursprong dan. Oh, hé. Hey. Wacht eens even. Dat wil ik ook proberen. Rechts en A. A. Nee, wacht even. Ik doe het verkeerde. Oh, wacht even. Ja, wacht. Gaan we anders doen. We kunnen natuurlijk de muursprong doen, maar wacht even. Ik hou van de muziek. Vind ik echt heel gaaf. Een zweefcel. En dan... Hoppa! Heerlijk. Oh, nou. Misschien moet ik die motion controls een beetje uitzetten. Die afstandsbom. Zullen we dat doen? Nice. Ja, doe eens muursprong. Hij wil dat niet automatisch doen, hè? Ik moet echt even kijken, hoor. Oh, hier zo. Juist. Oh. Heerlijk. Ja, gaan we nu weer dit doen. Oh, heerlijk dit zeg. Oké, okay, zo'n kistje. Dat is een doos over. Net als een Breath of the Wild. Heerlijk. Ja, ik vind het echt heerlijk. Hoor je het? Hoes, wat doe ik? Weer een andere combo. Lekker op mijn schild surfen. Wat is hierin? Een sluipzwam. Kan ik zien wat ik allemaal in mijn staart heb? Maar hier buiten. Ook kikkers. Allemaal. Ja, ik kan er toch allemaal niet veel mee of. Tenminste, ja, dat is allemaal eten natuurlijk. Je hout zelfs. Ja. Ik zal later wel ontdekken wat ik ermee kan. Oh jezus, maar ja, ik moet echt gewoon. Ik krijg echt een beetje BNL-vibes hiervan. Zo'n beetje zo. Combo's uitproberen. Dus hup, hup. Juist. En dat ik nou, hup. Juist, kijk eens. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Dat is maar net een beetje het enige woordje wat ik kan zeggen. Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden, deze game.
Dat is toch wel heel wat anders. Maar ja, het is een beetje BNN daarachter natuurlijk. En dat is mijn favoriete game, of course. Dus. Die zullen we eens. Hoppa. Even kijken, maar we moeten nog wat kampen. Veroveren de kampen, maar. Ik wil ook een beetje rondkijken natuurlijk, want er zitten koroks in deze game. Hoppa. Maar ze zijn nog niet dood voor mij. Nee. Gaan we ze wat aan doen. Hoppa. Oh. Ja, wacht, dan moet ik niet met een bom. Of wel? Oh, dat kan wel. Kijk eens aan. Daar is ineens een enorme toren verschenen. Oké. Okay. We gaan die grote jongens proberen te pakken. Wow. Hij blokte. Dat kan ik ook. Kom maar door. Kom op, ik wil weer een... Hop. Oké. Okay. Nou, doen we dat maar. Hè. Maar ik sta er zelf ook een beetje bij, dus ik weet niet of het handig is. Huppa. Zal ik een plek aanval? Ja, dat vind ik heel gaaf. Hier allemaal spul. Dat kan ik natuurlijk gewoon zo openmaken. Allemaal baarsjes en vuurstenen. Oeh, zo. Ja, nou ja, dat komt beter. Hoppa. Goed. Hier is nog eentje. Dan twee, dat zeg je dat. Is hij dood. Goed. Even kijken, de map. Hier hebben we nog een hoop enemies. Ja, maar ja, Koroks, Demgeer. Hier ben ik net geweest, maar je zou zo zeggen van... Er zit hier eens een korok. Ga ik daar weer al wel helemaal op letten. Van, oh, misschien is hier een korok. Het begint al heel snel. Even kijken, dat hebben we veroverd. Ga ik eens even daar naartoe. Hoppa, heerlijk. Oké. Okay. Ja, ik vind ze heel gaaf als ik ze in de lucht gooi. Energiesprinkhanen. Goed. Gaan we weer rondkijken, want ja, koroks. Voor die verdachte plekjes, ja goed. Ik weet niet of er zoveel in deze game zit als in Breath of the Wild natuurlijk, maar... Waarschijnlijk niet. Oh, dit zijn er veel. Nee, andere knop. Hoppa. Oké, okay, dat is. Ik kan ook maar één aanval zeg maar gebruiken. Ik kan niet een bom en daarna nog even snel een ijs omhoog gooien zeg maar. Hoppa. Zijn nog niet dood zeker? Nee, nu wel. Oké, okay, nu is even een... Hoppa. Oh, ik vind het zo lekker werken ook. Ja, het wordt echt een spelletje waarvan ik kan genieten. Hoppa. Hij is nog niet dood, die bastard. Hier, huppa. Oh. Oké. Okay. Daar, hé. Dat zou ik toch zeggen dat ik op de korok zitten. Maar nee, helaas. Maar nee, maar nee. Deze doos dan? Nee hoor. Ik kan ook geen appels meer meenemen, zo te zien. Ik kan ook op A drukken.
Oh, dan krijg ik mijn speciale aanval. Dat was dus wat ik eerder deed. Oké, dat gaan we sowieso even doen. Dat gaan wij sowieso even doen, bij zo'n kamp. Oh, hallo jongens. Opzaag. Nog meer? Jawel. Kom maar. Hier een doosje. Oh, ik had even goede hoop dat er een korrel in zou zitten. Hoppa. Misschien een beetje overdreven, maar heerlijk. Alles kapot maken. Oos, die dingen kunnen ook allemaal kapot. Een appeltje. Training dummy. Je kan aan hoe sterk denk je ze. Training dummy even aan god slaan. Goed. Oos. Die kant. Nou, dat doe ik maar zo. Bommetje. Doe ik niet. Oh jawel. Hop. Oh toch. Ik doe nog wel een boom omtikken. Hier, kanonskogels. Oh nee. Jammer. Hopsa. En met schild. Huppa. Nog een keer. Mooi man. 800 keer alweer. Fijn, schiet heel erg op. Ja, de muursprong. Hier is een huisje. Of een stalletje. Kunnen we daar... Nee. Kunnen we een korreltje vinden? Maar eentje gevonden. Maar ik vind het heel grappig dat ze in de game zitten. Ja, goed. Je zou bijna zeggen logisch. Of je zou zelfs zeggen logisch. Ik had ook niet gedacht dat er zoveel een beetje exploration in deze game zou zitten, weet je? Dat je gewoon ben je, ja. Dat je gewoon overal kan zoeken naar leuke dingen. Ik weet ook niet wat hier is. Het is blauw. Dat is toch gewoon, of is dat net dat kampje wat we hebben gedaan? Ja, dat is dat. Oké, dan ga ik hier naartoe. Hallo jongens. Hoppa. Nou, die kunnen hem wel aan. Als je dat al niet kan als soldaat. Oh, blauwe. Shit. Door Breath of the Wild ervaringen vind ik die heel eng. Want die kunnen je zo one-shotten. Tenminste, dat was in Breath of the Wild zo. Dus we passen gewoon een beetje op. Oké, even. Ik wil eigenlijk eerst even een bom naar daar gooien. Koppig. Juist, keurig. Oké, ze hebben niet, niet veel kunnen doen. Mooi. Heerlijke muziek. Ik weet alleen door het opnemen met dit apparaat, waar ik nu mee opneem, want ik neem natuurlijk op de Switch op, loopt mijn game audio niet gelijk met die van jullie. Die van jullie is later, volgens mij. Of die van mij is later. Ik weet het even niet. Hier moet ik naartoe. Juist. Oos. Watse flats. Leef jij nog? Hij leeft nog, hè? Ja. Nu niet meer. Ofwel. Ja, dat is Bas. Die leeft nog. Oké, ik zie ook al een manier hoe ik een beetje snel kan travelen. Zo dus. Oh, snel. Valt ook wel mee. Kijk, ik vind dat de game ook niet... Weet je, hij loopt niet heel smooth. Dat is niet, het ligt niet aan jullie, hoor. Maar kijk, tenminste, hij loopt niet heel smooth. Het is gewoon... Geen vloeiende beweging, zeg maar. Maar dat, volgens mij is dat normaal in die Wario games, dus. Oké, een kampje. Nou, wat we dan eens even gaan doen, is dit. Hoppa! Waar is die grote jongen? Want die heb ik ook al schade gedaan. Of, oh nee. Het is gewoon natuurlijk de kamp dinges. Kijk, dat moet ik dus niet gaan doen, meezingen. Daar is die grote jongen. Oeh, oké, dus. Oh, dan knalt hij tegen dat ijs aan zeker. Ja. Hoppa.
flinkdoos zo goed uitzien, hè. Sorry. Hoppa. Kisten. Vuurstenen, takken. Ja, tak. Ik ga toch niet met een tak staan op nu. Een vuurzone. Oh. Ik zal ermee afrekenen. Ja, maar ik loop naar naartoe. Oh ja, dat ken ik ook nog wel. Impa is nu een speelbaar personage. Van karakter wisselen. Oh, kijk nou. Oh, dat is ook gaaf. Oh, kijk nou. Bereiden. Ho. Oh, kijk nou. Oh. Huppa. Oh. Oké, okay, Impa is ook wel heel gaaf. Zo, kijk maar eens. Heel veel mannetjes. En die pet ook. Kijk eens, mooi opvangen. Keurig. Oh, een soort vuurwerk. Kijk dan. Oké, okay, oppassen. Vervolhaval, vervolhaval. Huppa. Oké, okay, oppassen. Nu kan ik hem zeker. Ja. Nice. Oké, okay, nou. Oh, wauw. Ja, Impa is ook heel vet. Hopla. Ja, nice. Wat kan zij met symbool absorberen? Oh, daar ga ik een soort... fast travel of zo. Oh, absorbeer 3 symbolen om je speciale aanval krachtiger te maken. Dus stel, ik doe nou. Dus ik heb nu 3 symbolen. Dan zullen we het eens proberen. Nice. Heerlijk. Zo zeg je dat? Ik gooi even wat werpsteen. Hier, moet ik even rennen. En dan... Oh, nice. Niet allemaal vervolg aanvallen. Ja, Impa is zeer gaaf. Voor over de kamp. Ja, dan gaan we even als Impa spelen. Link is daar nog bezig. Maar ik wil even als Impa. Dat zou ze ook een soort muursprong kunnen doen. Nee. Oké, okay, nou ja. Geen Koroks? Nee, helaas. Oh, wat is dit? Een Lizzevos. Oh, hallo jongens. Hopsa, ik vind het zo mooi hoe ze terugkomt naar het petje. Heerlijk. Die zijn ook helemaal gecamoufleerd. Lizzevos. Ja, de. Maar... Hopla. Verover de kampen. Ja, nou. Hier is er nog eentje. En allemaal Lizzevos. Is
symbool activeren, kijk eens aan. En dan nu? Oh, dat was weer een ander. Omdat het nog niet vol laden was, zeker. Kom eens gaan, huppa. Oh, dat is een sterke jongen. Muursprong. Ja, ze kan wel een muursprong. Oké, dan zou ik eigenlijk kruisjes moeten doen. Ja. Gaan we doen. Oh. Een speciale aanval is weg voor mij, maar nu gaan wij. Dit doen. Nice. Hoppa, zwakke plek. Oh, goed werk, mevrouw Impa. Hyrule zwam. Hoppa. Oh, het staat er slecht voor. Er is een leger Moblins verschenen. Er zijn Moblins verschenen. Ik ben zo'n tovenaar. Zal ik weer als Link spelen? Misschien wel leuk. Hallo. Oh, nu heb ik ook zo'n vuurstaf natuurlijk. Ja, hier. Huppa. Bevel geven. Oh, dan kan ik Impa die kant op laten gaan. Oké. Dus. Impa, bevel geven. Nou, daar naartoe. Of nee, daar naartoe. Ja, ja. Ik kan ook gewoon even zorgen dat ze dat kampje overnemen. Doen we dat zo even. Dan gaat zij daar naartoe. Gaaf. Ik vind dit een hele leuke game. Echt waar. Geen woorden voeren. Ja, oos. Dus even niet, jongens. Hopla. Nice. Zo. Ja, die motion-controls vind ik een beetje vervelend, maar. Kan ik voor mij ook uitzetten. Hopla. Hier zijn een hele hoop. Hopsa. Misschien daar even wachten op mijn zweefvuil op. Wacht even. Ja, ik zou ook een muursprong kunnen doen, maar... Toch liever even dit. Hop. Hoppa. Heerlijk. Impa is daar bezig. Ik weet niet hoe het gaat met de helft en al, maar... We gaan eens even kijken bij Impa. Hier ook zo'n grote vuur... Truttenbel. Daar kunnen we wel wat mee. Hij is ook keurig. Oh, die had charges vallen dan voor die staf. Keurig. Dus, nu zou ik. Oké. Okay. Ja, ik vind dat met die. Dat ijsblok vind ik heel leuk. Bommetjes gebruik ik niet zo vaak, merk ik. Oké, okay, ik vind dat toch satisfying, meer satisfying met dat blok. Ijsblokkie. Hop. Vooral dit, zeg maar. Hop.
Ik zag een brugje zelfs. Er zijn hele mannetjes op, zie je dat? Gaan we zo anders weer eens even met Impa spelen. Even kijken bij Impa. Die zou hier moeten zijn. Ik loop even voorbij hoor, jongens. Oeh, op vuil in het water. Oh, daar is Impa, kijk dan. Stel, we doen nu gewoon... Ja, dan doen ze meer damage of zo, weet ik veel. Hop. En nu doen we even dit. Symbool absorberen. Oh! Dat is die groot, jongen. Hé, hey, kijk. Oh, zo dus. Juist. Is gewoon helemaal verlamd. Nice. Oké, zwakke plek. Nice. Nu heb ik dus maar één van mijn dingen, zeg maar. Dus die wil ik ook even proberen. Hoe dat er dan uitziet. Oh, dat kan niet. Kan niet eens gebruiken. Oké. Okay. Oh, ik heb een of andere rare zwaard. Of is dat alleen voor Impa, zeg maar? Heeft Impa een ander inventaris dan Link? Nee, volgens mij niet. Maar... Ik denk dat dat wel alleen voor dingen is. Voor Impa. Je ziet Impa er ook mee vechten. Hoppa. En de pet. Hoppa, en weg weer. En... Ik had niet gedacht dat Impa zulke een soort, ja, magic-achtige dingen zou hebben. Goed. Wij gaan door. En dan kunnen wij Link voor mij ook een bevel geven. Hè? Dus een druk op plus. Oh ja, beneden bevel geven. Link. Daar naartoe. Ja. Ga ik ook mee. Kijk eens even langs deze kant. Oh, is achter mij. Kijk dan. Hoppa. Nee, ik moet echt... die dingen absorberen. Symbool absorberen. Kijk eens aan. De pet. Nu kunnen ze één. Hopsa. Dan zitten ze in een bepaalde tijd aan dat ik die dingen kan gebruiken. Hier gaan we dat brugje over. Ja, hier hoort. Nu gaat het al tingelen. Maar hier moet toch wel een korrel zijn. Die is zo verdacht stil. Je zou dan zeggen dat hier toch een... Een korrelkje is. Maar volgens mij niet, helaas. We kunnen hier nog op kijken. Hier is een kistje zelfs. Oh. Oh, en een boom die... Oh, dat ziet eruit als een sterkere. Of is dat gewoon... Ja, de naam was paars, maar ik kan er ook niks mee. Of paars, voor mij is oranje. Hier, ik heb een beetje brandhout. Nou goed. We gaan snel naar Link, want... Ugh, Fortnite. Je hoort, muziek verandert. Symbool absorberen. Hopsa. Moblinnetje. Goed. Zullen we het eens... Hoppa. Oh.
Eens kijken hoe, met hoeveel meer Empire is natuurlijk, hoe sterk ze is. Auw. Word ik wel geraakt. Hey, oh, schoppen doen. Kom dan. Auw. Mooi. Moblin hart. Een soort legendary voorwerp. Hupsa. Hey Link. Goedendag. Oeh. Jezus. Ze doen wel zeer, ja. Nee, oeh. Oké, oppassen. Waar zijn ze? Daar zo. Niet daar naartoe. Ja. Nee, oeh. Sprintaanval, kijk eens aan. Ik ben eigenlijk niet zo heel veel mee bezig, maar... Moet ik misschien wel doen. Oh. En... Nice. Kijk eens aan. Oh, hallo. Die Moblin, of Bokoblin. Jonge ridder heeft gekocht goed verdiend, verlichten ze toe aan een promotie. De slag om Huilvlakte, overwinning. Kijk eens aan. Ja, Link is niveau 5 en Impa niveau 2. Kijk, logisch. Veel meer met Link gespeeld natuurlijk. Ja, kijk eens aan, nu kunnen we hier iets mee. Denk ik. Je ziet, elk zwaard heeft zo'n zijn speciale dingen. Aanvalsbereik, schade van speciale aanvallen, aanvalssnelheid, schade per 100 KO's en dan weer een tak. Een tak die je overal kunt vinden, perfect om mee te rond te zwiepen en je kunt hem ook gooien. Dat kan je dan niet met een zwaard. Maar zo te zien is deze heel sterk dus. Hey, 17 schade, aanvalssnelheid en aanvalsbereik. Nou, ik vind de snelheid eigenlijk wel heel fijn. Dus ik weet niet, kunnen we die equippen dan? Of dit is gewoon wat je krijgt, juist. Aanvulling speciale aanvalsmeter, dat is ook wel heel fijn. Ja, nou, keurig. En ja, dit allemaal. Ja, kunnen we sorteren, huppatee. Mooi. Kijken wat je daar, of je verder nog kan koken of zoiets. Later. Ik denk dat nu weer een cutscene komt, dus dan moet ik mijn microfoon weer even dimpen. Ja. Inexplicable guardian and a mysterious tower. I hate to say it, but we have little hope of figuring this out on our own. Hey, what are you? No, stop right there. Each of you has served your kingdom admirably. Huh. You made it. I'm glad you're safe, Impa. Yes, Your Highness. And I've received the Sheikah slave from Pora. Ooh. Your Highness.
The Sheikah Slate conveyed the Little Guardian's purpose. This anomalous visitor had traveled from a future of ruin, a time in the midst of the Calamity, to save Princess Zelda. Impa proposed recruiting Pura and Robbie, renowned researchers of ancient technology, to study the Guardian and investigate the mysterious tower that had appeared on Hyrule Field. King Rome of Hyrule gave his assent. Zwijgzame ridder. Deze jongen is de afstammeling van een geslacht van soldaten van, van de koninklijke lijfwacht. Hij zet zijn enorme uithoudingsvermogen en zijn goed ontwikkelde vechttechnieken in om de koninklijke familie van Hyrule te dienen. Hij is toegewijd en mist nooit een training. Impa, koninklijke adviseur, loyale vriendin. Een Sheikah die als adviseur in dienst staat van kasteel Hyrule. Ze is misschien wel wat aan de jonge kant, maar richt zich vol overgave op haar administratieve taken en is een vertrouweling van Zelda. Ze is vastberaden en werkt hard, maar soms lijkt ze ietsjes afwezig. Oké. Zo, moet je nou kijken. Kaart van Hyrule. Kies een bestemming met de Sheikah steen. Als je problemen oplost in Hyrule, kun je je groepsleden verder ontwikkelen. Er zijn opslaggegevens gevonden voor de Legend of... Oh, de Legend of Zelda Breath of the Wild. Je hebt een bonuswapen gekregen. Oefenzwaard. Wauw, hij is wel sterk. Een houten trainingsvaart voor de soldaten van kasteel Hyrule. Het is zwaar en daardoor geschikt om je vaardigheden mee te verbeteren. Het doet je denken aan de spanning van je eerste trainingen. Oké. Naar het laboratorium. Aanbevolen niveau 3, kijk eens aan. De schermschool van Hyrule. Benodigd, daar kunnen we niet naartoe. Daar hebben we nog niet spullen voor. Nou, de slag om Hyrule vlakte, die hebben we dus gedaan. Dan hebben we ons mannetje hier. Die wijst hier naartoe. Warme maaltijden. Een goede maaltijd geeft je betere weerstand en laat je genieten. Dankzij de chef-kok van de troepen van Hyrule heb je alles dat een chef kan wensen. Er opeet alleen nog een vuur. Beloning, kunnen koken. En recept voor gestoomd vlees. En dan hebben we hier nog wat lichtjes van thuis in het land van sneeuw. Een Sheikah handelaar die Impa in Hebra tegenkomt, klaagt het al jaren niet meer zijn geliefde Kakariko. Ja. Is geweest. Wellicht kunnen wat souvenirs uit Kakariko zijn hem weer verminderen. En daar krijgt Impa. Impa hartjes plus 1. Oh, kijk dan. Oh, jongen. Ik heb hier zoveel zin in om dit lekker te gaan spelen. En vooral, oh, ik wil echt Urbosa weer zien, zeg. Oh, ik hou van Urbosa. Dat lijkt me ook, ja. Die kaart gewoon weer, ja, heel leuk. Ik kan 2 spelers zie ik links onderin. Dat is ook heel gaaf. We kunnen even hier kijken. Ik weet niet of, ja, helpen. Wil je de voorwerp overhandigen? Ja, hoor. Warme maaltijd met vuur aangehouden kon je eerst de maaltijd bereiden. Je kunt altijd wat eten maken zolang je maar een pan, vuur en ingrediënten hebt. Probeer het eens als je trek hebt. Kijk eens aan, gestoomd vlees. Een gerecht dat de smaak van het vlees behoudt doordat het in de bladeren van wilde planten is gewikkeld en gestoomd. In dienst van Hyrule. Voltooi Hyrule missies om diensten te bewijzen en bepaalde gebieden
Als je met veel inwoners samenwerkt, kun je kracht krijgen die van pas komt in de oorlog. Oh, en dan krijgen we weer iets erbij. Wilde bergplanten. Een restaurant gespecialiseerd in alles wat in de berg groeit, wil een enorm feestmaal opdienen. Help de wilde planten te verzamelen voor het menu. Nou, kijk eens aan. En beloningrecept voor veel gebakken groenten. Ja. Maar dit is dus echt de volgende missie. Maar dan ga ik lekker alleen doen. Het is een lange episode geworden. Wat ik heel leuk vind. Ja, ik heb daar echt niks op tegen. En even tussendoor mag altijd lang zijn. En tegenwoordig zijn mijn video's sowieso heel lang. Maar ik moet jullie misschien wel even teleurstellen. Maar ik ga dit spel gewoon lekker alleen doen. Lekker singleplayer. Tenminste, zonder op te nemen. Maar ja, goed. Jullie hebben nu misschien wel het idee van... Zo zit deze game in elkaar. En dan kan je hem, wil je misschien zelf... wellicht kopen. Dus misschien heb ik daar wat mee geholpen. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer even. En dan zie ik jullie dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer.